vanuit een andere hoek. Ik ga een sapje persen. Wat hebben we voor ons sapje vandaag? De jonge scheutjes van de lindeboom. De lindeboom, dat is een hele speciale boom. Die zie je op heel veel oude boerderijen staan. Het heeft een hartvormig blad. Het is een boom waaronder dat heel veel hartsverbindingen gebeurden, bijvoorbeeld trouwen, rechtspraak, dat gebeurde allemaal vroeger onder de lindeboom. De lindeboom, dat wordt de slaboom genoemd. En dus in de lente kan je de jonge blaadjes van de linde, pak daar eens dat blaadje, de blaadjes van de linde opeten als sla. Dit is ossenstaart. Een rare naam, vind ik. Nee, ossetong is dat. Ik hoorde dat ik mis was. Dit is ossetong. Ossetong, dat is familie van het komkommerkruid. Het is een ruwbladig blad. Het is ook familie van het vergeetmijnietje. Er zit heel wat sap in, maar je bent best met dat te snijden, omdat anders die takken rond de messen draaien. Komkommerkruid, ruwbladig. Wat zit er nog in? Dat zijn de jonge twijgen van de braam. Dat houdt een einde. Dat moet er zeker af. Zo. Blad van jonge braam. Haarbeuk. De jonge twijgen van de haarbeuk. Wat brandnetels. Kleefkruid kan je dus makkelijk herkennen. Dat blijft dus kleven. Kleefkruid is ook iets dat je best in stukken snijdt, omdat die lange draden anders rond de messen gaan hangen. Zoals je ziet heb ik eigenlijk nog geen sap. En wat doe ik dan? Dan ga ik een stukje witte selder. Een stukje witte selder. Witte selder snijd ik ook in stukjes. Witte selder is de hype van deze tijd. Als je op Google intypt medium van Anthony William, dat is een hele hippe methode. Kijk, als je zo de witte cel erin doet, dan komt dat al. Het begint te koken. Ja, dan komt dat al. Wat zit er nog in van wildpluk? De witte dovennetel. Dus dit is de dit is de gewone brandnetel. Dit is de witte dovennetel. Alle netelsoorten zijn eetbaar. Dus brandnetel, dovennetel.
Wat steken we er nog in? Dat is nagelkruid. Nagelkruid is een plant die een beetje smaakt naar kruidnagel. Gaat er ook straks in. Wat hebben we hier nog? Dat is ook, dat is hier het blad van de gele dovenetel, de bonte gele dovenetel. Uiteraard zit er heel veel zevenblad in. Een beetje wollige munt. Wollige munt is omdat het een wollaagje onderaan heeft. Het blad van look zonder look. Wat citroenmelisse. Wat daslook. Paardenbloem. En een beetje rozemarijn. Dat gaat erin voor vandaag. Dat gaat het stapje zijn voor vandaag. Oké. Het is ook een mooie schilderij, hè, om naar te kijken. Ja, maar als de video te lang is, dan kan hij niet upgeload worden. Dus ik ga hem nu stoppen. Die gaan er gewoon nog bij. En dan nog een stuk, zo nog twee witte zelders stukken. Die gaan er gewoon in. Wat er ook heel lekker bij is, dat is rode bietjes. De rode biet kan er ook nog in. Maar als ik de video te lang maak, dan kunnen sommige mensen hem niet zien. Dus ik ga nu offline gaan. Dat gaat er gewoon nog in. En dan gaan we daar een lekkere aperitief van maken. Dank u wel voor het kijken.